Het telecommunicatiebedrijf Suriname NV Telesuur zal zich na een turbulent jaar in 2024 richten op meer zaken naast het hanteren van marktconforme tarieven. Het telecombedrijf zal zich blijven inzetten om te werken naar de behoeften van de klant. Telesuur-directeur Mike Antonius geeft aan dat het bedrijf nog meer wil gaan doen in 2024. Een afronden van FTTH 3, waarbij wij fiber leveren tot aan de districten. We doen de start-up van FTTH 4, een project dat we niet voor nu gepland hebben, maar gezien de gewijzigde marktomstandigheden hebben we hem naar voren moeten trekken. Waarbij wij ook nog verder gaan werken aan fiber to the home in Paramaribo en omgeving. Omdat we nu daar fiber to the curb hebben, FTTC. Dat zijn de fiber tot aan de verschillende grijze kasten langs de wegen. En daar gaan wij dus een verandering in brengen. Het was niet onze bedoeling, maar de gewijzigde marktomstandigheden die vragen ernaar. Het netwerk zal niet veel wijzigingen hebben, met uitzondering van het FTTH3 en het fibernetwerk. De Telesuur-directeur vindt het netwerk stabiel en ziet graag dat het bedrijf zich gaat concentreren op klantgerichtheid. Ik wil me meer richten op de service. Ik wil me meer richten op hoe kan ik de service verder automatiseren. En dat is de bedoeling van onze digitale transformatie. En daar gaan wij een hogere focus op leggen, want als je kijkt op mobiel hebben wij al het grootste netwerk in Suriname. We hebben daarnaast 4G en 5G, we zijn de enige met 5G. We halen speeds van tussen 50 en 100 mbps op 4G. We halen bijna 1000 mbps op 5G. Dus uiteindelijk moet je gaan werken aan je return on those investments. En dat is wat we aan het doen zijn. En vandaar dat wij het zeg maar alles aan doen om onze diensten tegen de marktconforme koers te gaan leveren. Vervolgens is het zo dat als we kijken naar het vaste net, straks komend jaar, we hebben een zero copper vision, we faceren alle koper uit en we zijn dan op glas. Waar we naar de next steps in moeten zetten is service improvement, een stuk automatisering als het gaat om service delivery en recovery. En die stappen zijn wij aan het zetten binnen het kader van onze digitale transformatie. Telesuur herdacht op maandag 1 januari haar 43-jarig bestaan.